Hallo, mannen van Nederland. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie wat outfit inspiratie geven als jullie op een date gaan. Ik heb zelf de eerste outfit al aan. Is dat wat jeugdige outfit? Ik begin met het knitted overhemd van Dutch Dandies. Er zit heerlijke stretch in, zit het heel fijn en ziet er ook gewoon netjes uit. Dat gecombineerd met een iets wat sportievere jeans, van Scotch & Soda, die strooit en repairt. En met deze sportieve training sneaker van Lubbock is het echt een heel leuke, leuke combinatie. De tweede outfit is deze. We beginnen met een mooie broek van Replay. Dit is een soort chino waar je steekzakken alleen te zo, wat meer richting je jeans. Er zit ook erg veel stretch in, zoals je van Replay gewend bent. Dat staat ook heel erg leuk bij de lichtblauw overhemd en bij het, van Blue Industry. En dit witte colbertje van Drycorn. En daarbij past dan deze witte sneaker. Dat doet me heel veel weer goed. Dit is gewoon een simpele mooie witte sneaker, wat je outfit echt afmaakt. Alleen maar niet heel erg spreken, dus daar je vooral het overhemd en het colbertje spreken. Zo is het erg leuk en die outfit voor als je bijvoorbeeld op uit eten gaat of iets leuks gaat doen. Het is namelijk wel belangrijk om je outfit voor je date af te stemmen op wat je gaat doen. Ga je iets sportiefs doen, ga je fietsen of wat dan ook. Dan is dit misschien net iets minder comfortabel dan wanneer je lekker naar een restaurant gaat en een ooit drie gangen met een wijntje neemt. Dit is de derde outfit. Deze is echt perfect voor als je al op je date uit eten gaat bijvoorbeeld. Mooie nette chino met deze nette schoen van Greve. De chino is trouwens van Dutch Dandies. Het jasje is ook van Dutch Dandies. En de jasje, het couvertje en de schoen van Greve, die passen echt perfect bij elkaar. Dat loopt ze mooi met elkaar over. En daaronder zit dan dit hele dunne marine wollen truitje van Dutch Dandies samen met een bloemetje overhemd. En bloemetje overhemd is echt nu ook een trend. Dat is ook nog een leuke trendy outfit. Ik hoop dat jullie zo wat leuke inspiratie op hebben gedaan. En een top uitzien op jullie volgende date. En dan zien jullie graag snel terug bij een nieuwe video. Tot ziens!